In de wereld van de showbiz wordt vaak gezegd dat het moeilijk is om echte vrienden te maken. Toch geldt dat niet voor Willeke Alberti en Ria Valk. Ze ontmoeten elkaar voor het eerst 65 jaar geleden en zijn sindsdien onafscheidelijk. Het was op de Haarlemmerstraat in Amsterdam, waar Ria in mei 1959 in bioscoop Royal II werd bij een Elvis Presley-imitatiewedstrijd. Vanaf dat moment zijn wij altijd bij elkaar geweest, elkaar nooit uit het oog verloren. Ik ben heel trots op haar... Op hoe ze het steeds doet en hoe ze in de wereld staat, vertelt Willeke in Party. In de showbizwereld is het vaak moeilijk om vertrouwen te vinden, maar voor Willeke is het geruststellend om collega's zoals Ria te hebben. Als artiesten begrijpen ze elkaar als geen ander. Voor buitenstaanders is het vaak heel moeilijk te begrijpen hoe wij leven en geleefd hebben. Het allermooiste is natuurlijk wel dat je ook een mooi privéleven hebt. Als BN'er is het hebben van een privéleven, gezien wat er recentelijk is gebeurd, eigenlijk niet meer mogelijk. Ik vind dat heel erg.